Her body's gold like September. She burns through the night like an ember. And all those things we try forgetting, I remember. But we say we all fine, we all fine. Sunny day dreams and we up now. Vodka lemonade, I serve it up, it goes down. 75 degrees and a dope sound. All you need to live fine, to live fine. A little sunshine, cause she need it. A dose of rainfall in the evening. The waves crash down and we feel them. Say here's to the nights, we steal them. And I be running cause I figured out, the more I slow down, the less I get out. And if we fall, let's be strong now. Moving along, we don't mind, we don't mind. Hoi allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van 24 Kitchen. Vandaag gaan we weer iets heel leuks maken. En daarvoor gebruiken wij onze beroemde Choco Drops. Let op, dit is geen echte chocolade natuurlijk. Ik blijf het elke keer zeggen. Dit zijn speciale Choco Drops, speciaal voor honden. Er zitten vitamine in. Het is echt geen echte chocola. Dus het is volkomen veilig. Ook gebruik ik deze snoepjes. Een beetje zonnebloemolie. En deze vorm die ik AliExpress heb besteld. En ik heb hem al een tijdje liggen, maar nog geen één keer gebruikt. Dus ik vond het wel tijd worden. Jullie snappen nu waarschijnlijk wel wat mijn idee is. We hebben de Choco Drops, we hebben de chocoladevorm. We gaan eigen chocoladereepen maken voor de honden. Ik pak er een stilpannetje bij. Daar gaan de Choco Drops in. Met een beetje zonnebloemolie. En dit gaan we op een laag vuurtje even smelten. Ons chocolademengsel is gesmolten. Ik ga dit gauw in de mal doen, want anders gaat het alweer stollen. Hier hebben we onze chocoladevorm. En dan gaan we het gesmolten chocolademengseltje erin gieten. Ik weet nog niet precies hoeveel erin moet. Dus dat is nog eventjes kijken. De honden zijn op de achtergrond aan het spelen. Oké, ik heb de vorm gevuld. Nu ga ik snel die snoepjes erop doen, die ik hier heb. Zodat het echt een gevulde chocoladereep is, zeg maar. Ze blijven maar spelen op de achtergrond. Misschien is het gewoon makkelijker om ze eroverheen te strooien. Een beetje aan te drukken. Deze reep is klaar, dus die moet nu gaan stollen in de koelkast. En dan gaan we verder met de volgende reep. Ik denk dat we deze reep er kunnen gaan proberen uit te halen. Dus dat ga ik even heel voorzichtig doen. Er zit alsnog een klein beetje te veel chocolade in. Dat heb ik al gezien. Maar hij komt er wel heel goed uit. Tadaa! De chocoladereep voor de hondjes. Met de snoepjes erin. We pakken onze vorm er weer bij. Ik ben nog even nieuwe chocolade aan het smelten met een beetje olie. En dan gaan we nog een reep maken. Deze reep gaan we op een iets andere manier doen. Ik ga eerst de vorm vullen. Daarna laat ik hem weer leeglopen zodat er een heel dun laagje in zit. En dan gaan we de stukjes dus vullen met pindakaas. En dit is biologische pindakaas zonder toevoegingen. Dus echt 100% pinda. Dus dat kan geen kwaad voor de honden, maar natuurlijk niet te veel. Alles met mate. Dus we gaan eerst even onze vorm weer vullen. En nu ga ik hem weer leeg laten lopen boven een spannetje. En dan houden we dus dit over.
Hier hebben we onze chocoladevorm weer met het laagje wat we er net in hebben gedaan. Nu ga ik in elk blokje een klein beetje pindakaas doen. Ik heb de pindakaas gewoon verdeeld met een lepeltje. Want doordat er dus echt een stukje pinda in zit, kreeg ik het niet door het gaatje gespoten van het zakje. Dus we gaan het zo doen. Nu ga ik de rest van de chocola even smelten en dat gaat er overheen. Hier overheen gaan we dus de chocolade doen. Dit is onze reep met pindakaas. Die kan nu de koelkast in en straks zien jullie het resultaat. Hier is onze tweede reep en we gaan hem nu even uit de mal proberen te krijgen. Hopelijk gaat hij net zo makkelijk als die andere reep. Oh nee, hij is gebroken. Toch nog wel redelijk uit, ondanks het kleine breukje daar. Hier is onze chocoladereep met pindakaas voor de hondjes. Ik ga er even een mooie foto van maken van onze thumbnail. En dan gaan we kijken of de meisjes het lekker vinden natuurlijk. Zo, ik heb een foto gemaakt van de repen en van de ingrediënten die erin zitten. Nu gaan we van allebei de repen een stukje afbreken en kijken of de meisjes het lekker vinden. Dan beginnen we met de stukjes van de chocolade die we als eerste gemaakt hebben met de hondenpuntjes erin. Kijk eens, zachtjes. Goed zo. Zachtjes. Goed zo. Nou, volgens mij vinden jullie die wel lekker, hè? Nou, de stukjes met de pindakaas. En ik heb expres de kant afgebroken die al kapot was. Dus daar gaan we. Nu mag Sia eerst. Goed zo. Oeh, die ging er snel in. En voor Joy, zachtjes. Lekker, hè? Nou, volgens mij zijn we hartstikke goed geslaagd. Overgebleven chocolade gaat natuurlijk gewoon lekker de koelkast in, want ze krijgen niet te veel in één keer. Zodat we de komende dagen ook nog iets lekkers hebben. Dus dat ga ik doen. Ik ga even de keuken opruimen, want het is een enorme bende. En dan hoop ik jullie weer te zien in de volgende 24 Kitchen. Doei!